Door windverandering kwamen uiteindelijk 9 parachutisten in de boom terecht. 3 van hen op 18 meter hoogte. Goedenavond. De Market Garden herdenkingen deze maand 80 jaar geleden zijn in onze provincie in volle gang. Zo zouden vandaag in Groesbeek 2 droppings zijn van parachutisten. Maar de organisatie heeft het afgeblazen. Vanwege de harde wind kan de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd worden. Gisteravond ging het namelijk mis. In Overasselt kwamen 9 parachutisten in een boom terecht. Urenlang hing deze parachutist gisteravond in Overasselt in de boom. Iets dat in Groesbeek vandaag werd voorkomen. Door de wind werd er niet gesprongen en bleven de deelnemers met hun voeten aan de grond. Er was wel een kleine herdenking bij het monument langs Klein-Amerika. Breng eerder! Goed! Ook gisteravond in Overasselt was er flinke wind. We gooien streamers uit om te kijken wat de wind doet. En op basis van die conclusies maken wij een beslissing, gaan we of gaan we niet. En dus was het verantwoord om te springen. Door windverandering kwamen uiteindelijk 9 parachutisten in de boom terecht. 3 van hen op 18 meter hoogte. De brandweer moest eraan te pas komen. Eén persoon hebben we dus uit de boom gehaald met een hoogwerker. Daar konden we goed bij komen aan de rand van de bossage. Twee anderen zaten dus midden in de bossage. De langste die erin gegaan heeft is 2,5 uur. En dat komt omdat hij in een heel moeilijk bereikbaar gebied zat. Waardoor ze een klimmer nodig was die ze dan van de veiligheidsregio Utrecht hebben gehaald om hem eruit te halen. Want ze konden met de ladderwagen of met de ladder er niet bij. De springers liepen lichte verwondingen op en moesten mee naar het ziekenhuis. Ik heb de beide slachtoffers heb ik gesproken. Ze maken het goed. Dus alles is daar onder controle. En dat komt gewoon door de training die ze hebben. Dat ze weten hoe ze als een boomlanding krijgen. Dat ze weten wat ze moeten doen. Het begin van de feestelijkheden en herdenkingen van 80 jaar bevrijding van Nederland start elk jaar met de komst van het bevrijdingsvuur naar Wageningen. Hardlopers van atletiekvereniging Pallas 67 brachten het vuur van Eindhoven naar Hotel de Wereld. Nou, al heel snel na de Tweede Wereldoorlog, al in de jaren 40, was er behoefte om die bevrijding te herdenken en ook te vieren en die vrijheid te koesteren. En toen kwam heel snel het vuur als een soort gemeenschappelijk symbool. Eigenlijk de route van de bevrijding volgt via de Normandische stranden, via België naar Nederland. Onder het toeziend oog van veteranen uit de Tweede Wereldoorlog ontsteekt scholier Lin het vrijheidsvuur. Het is het begin van de herdenkingen dat we straks 80 jaar geleden zijn bevrijd. 5 mei wordt het vuur over heel Nederland verspreid. Dus daarom houden we dat vrijheidsvuur ook brandend. Maar we herdenken natuurlijk ook dat er in de huidige tijd, ook met allerlei andere conflicten en oorlogen in de wereld, nog steeds heel veel mensen op de vlucht zijn. Dus het is ook in deze tijd relevant. I hope that one day there will be no more wars at all. 80 jaar vrijheid in Nederland. Dat moet gekoesterd worden, vinden Ilse en Lin. Ja, je voelt je vrij en je kan gewoon alles doen wat je wil. Dus. Maar ook dat je gewoon iedereen elkaar respecteert zoals ze zijn. En dat ook dus iedereen dankbaar is voor iedereen. En dat iedereen gewoon blij is ook.